Ik ben altijd bezig met goede doelen. En dat ik er dan een paar op ga noemen is... Roemenië-contact. Kleren inzamelen, kleren inpakken. En ook mee naar Roemenië gaan kijken of dat het op de plaats komt. Dan doe ik heel veel kerkwerk. In de eerste plaats hou ik de kerk in Zoelmond al jaren schoon. Ik doe het zonschool. 1 keer in 3 weken gezellig mee. En ben ik ook ontzettend druk met de schoendoosactie, want die zit ook daarmee in verband. En dat vinden we ontzettend leuk om daar dan ook van 20 weer te gaan pakken. Dan weet je ook wat andere mensen voor die kinderen doen. Het is allemaal voor ja, de wat armer als wij. Dan heb ik het goede doel van met de bussen langs de deur, Rode Kruis... En de Hartstichting al 28 jaar, de verstandelijke gehandicapten, de dierenambulance, de reuma, maag-darm. En ik ga zo maar door. Als de mensen een beroep doen, ben ik al bereid om te doen. Ja, ik zou eigenlijk niet meer op kunnen noemen. Taartenbakken doe ik voor het goede doel. Zijn we begonnen voor de familie Tulp. Eerst voor een weeshuis in Ghana. Toen voor de kinderkanker. En nou zwerft dat geld naar alle goede doelen wat ik bij elkaar heb. Ja, dat geeft alleen maar vreugde en vrolijkheid. Maar net zoals ik zeg, je doet niks alleen. En nou word ik geëmotioneerd. Nou. Maar we zijn altijd druk. En mijn man staat altijd achter me. Maar ik kreeg een lintje en ik had het net zo lief niet gewild, want ik ga ervan uit als ieder mens, ander medemens, een paar uur besteedt, dat je dan allemaal vrijwilliger kan zijn. Het gaat niet op prestatie, het gaat dat je ervoor bent. Dus ja, en zo scharrel ik al hier op Zoelmond aan 55 jaar. In de hele gemeenschap rond.